En in deze laatste editie van onze Terug naar School-serie brengen wij u een verslag van de Back to School Afro Dance Workshop. Gisteren hebben meer dan 60 kinderen vanaf 6 jaar deelgenomen aan deze workshop. Op het terrein van de International Mall of Suriname was het flink dansen geblazen. Een groot aantal kinderen heeft deelgenomen aan de Back to School Afro Dance Workshop, die is georganiseerd door Winston Adaba van de dansgroep The Mysticals. De kinderen van diverse dansscholen hebben stilgezeten in de vakantie. Dus kwam het verzoek om de vakantie af te sluiten met een dansactiviteit, zegt Adaba. We hebben ervoor gekozen omdat de vraag ernaar te groot werd. De studenten die wij allemaal hebben, hebben nu vakantie. En door dat gezegd te hebben, althans dat het feit is, hebben de kinderen eigenlijk niet te veel te doen in de vakantie. Hebben ze ons toen gevraagd van, hey meester, kunt u iets voor ons organiseren? We willen dansen. Vandaar het initiatief. Maar al met al, we zijn hier voor de kinderen, voor de dansers, om hun skills in dans te verbeteren. De workshop was verdeeld in 2 leeftijdsgroepen. En Adaba zegt tevreden te zijn met de opkomst. Voor alle jongeren die maandag weer naar school gaan, heeft hij nog de volgende boodschap. Mijn boodschap naar de jongeren van Suriname, althans alle schoolgaanden, is om je best te doen op school. Je hebt ervoor gekozen, dus ga ervoor. Althans, je hebt al een stap gemaakt om je studie af te ronden, dus maak hem af. Je gaat er pas profijt aan hebben als je helemaal afgerond bent. Dus ik zou zeggen, ik heb het gedaan, dus jij kan het ook. Lobby. Mooie boodschap. De Back to School Afro Beat Workshop is gehouden in samenwerking met de dansscholen Be Your Own Hero, The Mysticals en Afriki.